de staat kunnen doen. Zeg, wat willen we daarmee zeggen? Unschnell! En dat is mijn bevel! Sam. Wat is het? Zijn je klaar voor de run to you? Ja, ik ben geweldig klaar. Gisteren nog 10 kilometer gaan lopen. Doet jij nu alles lopend, zo naar het toilet gaan en zo? Dat was sowieso wel meestal het geval. Maar nee, maar ik moet nu vooral rusten. Het allerbelangrijkste voor de run to you is rusten. En veel water drinken. En anabole steroïden. Ik wil ook doping. Ik denk dat ik dat kan gebruiken. Ik heb net mijn startnummer gekregen. Onze startnummer, want wij delen ene. Maar hij is zo veel te gemotiveerd. Ik heb dat niet graag als hij zo gemotiveerd is. Ben je niet competitief of zo? Prestatiedruk? Totaal niet. Vorig jaar had hij het excuus. Ja, maar ik ben zo laat omdat ik met iedereen op de selfie moest. Ik ben toen ook gaan kijken naar de artiesten die langs het parcours stonden. Op voorhand al een excuus verzinnen. Als je dit ziet, dan zijn de uitslagen binnen. En dan denk je, oh Heidi, dat was niet zo goed. Maar nu weet je waarom. Bent Sam als eerste binnen dan, of wat? Nee, niet als eerste. Ik laat altijd toch een paar luisteraars ook nog voor. Om het toch sympathiek te houden. Weet je wat je hebt met die blacklights? Dan zie je zo elk stofje op je kleren. Als je last hebt van pelletjes, zie je dat volgens mij keihard. Laat mij nog even afvegen eerst. Film nu nog eens. Nee, geen pelletjes. Nee. Deze week mocht je niet meer zitten, hè. Je moet al lopend werken. Het is wel toevallig dat je erover begint, want wij waren overlaatst bij de minister Hilde Krevits op visite. Die heeft daar zo'n bureau die je ook kunt recht zetten. Ik vraag me wel af of dat de toekomst is, dat we binnenkort allemaal zo gaan staan. Is dat een antwoord op uw vraag? Nee, maar het is fijn dat je het even meegeeft. Ik geef het even mee. Zijn ze er klaar voor? Mijn benen? Ja. Maar ik moet niet lopen, hè. Ja, dat is gemakkelijk. Maar ze zijn er wel klaar voor te dansen. Ah ja, je hebt ze toch nodig. Als je 5 kilometer kunt compenseren met dansen, dan gaat dat... Ik kan dat. Ken eens op de stappenteller op je gsm, hè. Ik heb ooit eens een nacht 20.000 stappen gedanst. Dat is echt waar. Nou, waar moet je gaan staan dan? Aan het breaking point, samen met de virus. Dus virus gaat roepen, jij naar daar, jij naar daar. En ik ga pompende beats draaien. Je gaat ook niet lopen, zeker? Zeg, wat wil je daarmee zeggen? Omdat Jolien al een excuus heeft bedacht. Ah ja, ik ga ook wel draaien eigenlijk. Ik wou kei graag meelopen, ik wou dat super graag, maar ik moet van de baas draaien langs parcours. Ik kon er niet over uit, dus... Er moet toch iemand voor muziek zorgen langs parcours? Ja, dat is Allee, waar. We gaan mensen doen zo op stil te lopen. Wat is uw excuus? Ah, ik moet al gaan spelen met mijn band. Wel, voor het goede doel. Voor autistische kinderen. Ah ja, oké, okay, ja, dat is wel... What you got now? Een goed excuus, ja. Dat is echt een goed excuus, hè. Was het weer 1 plus 1 gratis? Bij wat? Shell. Shell. Och, jongen, toch. Dat komt omdat ik recht uit een douche die gel erin doe en dan is het altijd zo. Dat is toch niet erg? Ik vind het mooi. Ik vind dat het er goed uitziet vandaag. Maar je moet het nu niet redden om te redden. Je weet, ik kan veel verdragen. Maar is het stiekem omdat Sean dat ook altijd doet? Ah, dat is waar. Ja, nu nog een tattoeke. Ja. En een baard. Ja. Dat gaat nooit. Ik ben ook aan kinderen bezig nu. Dat is dat? Je ziet dat? Nee, dat is Ik dacht een primeur in de backstage. Sean Dant is aan het oefenen. Dat wel. Heb jij een excuus om niet te moeten lopen? Ja, ik ga met Wim meedoen. Ik moet zorgen dat Wim op tijd op de radio is. En die gaat stappen. We doen dan een actie overlopen en er is geen ene DJ die meeloopt. Die vragen. Je gaat MC'en, ik heb het al gehoord. Ik ga MC'en, ja. Ik moet de duo's uit elkaar doen, ja. Hè. Dus Jolien staat hier aan te draaien, zo van die coole hiphop. En dan schiet daar... Hey, what a fucker! Gullen moet naar links en Gullen naar rechts. Und schnell! En dat is mijn bevel! Dat ga ik roepen. What the fuck? Stop met filmen, hè. Mag ik nog met Wim of zo? Mag ik nog met iemand anders? Gaat jij meelopen of heb je een excuus? Nee, ik ga meelopen. Eindelijk. Ja, ik loop samen met Vincent van Geel. Hij is nu even gaan lopen. Ik heb ook niet getraind, dus ik weet niet... Allee, ik ga lopen, ik weet niet of ik de eindmeet haal, maar ik ga mijn best doen. Ja, je zult moeten. Ja, je kunt daar moeilijk ergens onderweg gaan liggen, hè. Dan gaat je bij de eerste vertrekken meteen al, of... Nee, de laatste wave. Ah, de laatste. Want ik moet ook nog een beetje werken tussendoor. Yo. Hey. Wim is naar het toilet. Oké. Okay. Hij is vanuit het gaan wisselen, want... Kijk eens. Dacht al dat het voor u was. Nee. Ik heb vorig jaar wel eens de verkeersinformatie gelezen op een loopband. Dit jaar is het dan Wim. Zolang mogelijk. Zolang dat hem het volhoudt, want... Pijntjes, Achilles speelt. Hij is ook al wat ouder natuurlijk. De leeftijd. Wim, volhouden. Lopen wilde zeggen. Ja? 3 minuten. Dat is eigenlijk al ruim geschat. Elektriciteit. Sam en Heidi hebben gezegd dat ik moest oefenen voor de Q-Run to You. En dan sta ik hier als een idioot in de studio te oefenen. Dan moet je toch minstens 5 kilometer doen? Nee, dat denk ik niet. Hoort je die stap? Dat is veel te luid. Hij heeft een slechte techniek. Ja, lichtvoetiger, dat is beter. Hey, mijn conditie is eigenlijk op peil.
Kunt jij EHBO? Nee. Jammer. Allee. We zijn nu anderhalve minuut ver. Nee, dat is niet waar. Ik ben al 10 minuten bezig of zo. Ik zweet al. Nee! Ik heb zo heel lang niet gelopen, maar ik vond wel dat het wel redelijk ging. Maar ik zweet. Ik ga een klein beetje verder staan voor de geur. Ik weet het, alles stinkt hier nu. Het is verschrikkelijk. En morgen voor echt. Ja, maar dan ga ik stappen. We zijn nog nooit zo klaar geweest, denk ik. Hij die dacht dat we gingen skiën, dus ze heeft daar ski aan het gedaan. Maar ik heb kou, ik ben echt zo... Dat vriest hier gelijk zot. Ben je niet moe van gisteren? Nee, ik voel daar niks van. Hè. Ik heb gisteren 2,5 km gelopen op een loopband in de studio. Ik voel daar niks van, niks. Wie we hier hebben? Met de mond vol. Je gaat meelopen. Ik ben een vogel aan het leggen. Of is dat niet goed voor te lopen? Niet te veel, hè? Dat is mosken, hè? Dat is mosken. En je gaat eerst eindigen? Of? Ik niet. Ik ben hier om een rustige babbel te doen en de mensen achter de lopers te leren kennen. Succes, hè? Gebied worden door zich. Maar goed, weet je dat of denkt je dat? Nee, ik weet dat. Gaat je geen kou hebben? Nee, ik ga geen kou hebben. Allee, maar hier zie je aan de finish. Succes, hè. Voilà, dat krijg je dan. Hij is al weg. Dat krijg je dan. Ik ga de warm-up doen. Dus ik ga zorgen dat de anderen klaar zijn om de kou te trotseren. Het is min 2 graden op dit moment. We zijn al terug, of wat? Ja, ik dacht, misschien kan ik nog een tweede ronde doen. Ik vond het fantastisch. Het is eigenlijk goed dat het zo kou was. Want anders ging het misschien te zwaar geweest zijn. En de kou heeft alles perfect uitgebalanceerd. Bart-Jan, jij mag nu vertrekken. Naar? Gaan lopen, hè. Wat zot, jongen. Ik ga 300 meter lopen en dan is het gedaan. Wat zit daarin? Fluo Gadgets. Zo'n bandje rond je arm. Ah ja, zo eentje. En dat flikkert. Een glow stick. Kijk. En ook, heel belangrijk, een glow stick en een kutje zo. Want dat pas ben ik klaar om te lopen. Mag ik dat doen? Zo. En? Dat zijn fluwallen. Fluwallen, bedankt. Oké, okay, let's go. Go, 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 go! Kom maar samen met je wel. Veel succes tot straks. Dames en heren, wie hebben het aan de Sunrise? Woe! Ik denk dat de wake-up point is de roze mensen moeten rekenen en de groene moeten zijn. Groen is het verkeerd. Dit is een break-up point van de Q-Rate. Oh, wat is het? De groene rector is daar rechts en de roze rector. Dan ga je groen, ja. Nice. Kom aan, hè, goed bezig. Dat is een snelle. Allee, yo! Yay! Yay! Hallo. Woe! Ja! Dit is hier veel te koud. Ik heb er geen last van. Nee, dat zal niet. Ik kan mijn tenen niet meer apart bewegen. Is dat normaal? Onze collega de Daan. Die zei, ah jongens, dat hij niet zo naast, hè. Hij kan nog wat hier wonen en we zullen wel gaan vuurkorf hier zijn placeren. En dan heeft hij hier een vuurkorf gezet. Zalig. Hallo. En lukt het nog? Nee. Kom aan, we zijn er bijna, hè. Nog een halve kilometer. Yes. Kom aan, en dan feesten. Ja. Blijf me aan iedereen. Ah, hier heb ik een dansenstruc. Scout. Dit is wel een warme pint. Gaat het nog? Ja. Een klein stukje. Ik wil hem. Hoi. Enjoy the party. Wat zit je aan het doen? De medailles uitdelen en het zijn echt op jaar gelimiteerd. Dus 2018 Q Run to You. Dankjewel. Een beetje, ja. Dan moet ik een keer stretchen. Heb jij 2 uur onderweg geweest of heb ik je gewoon lang niet gezien? Nee, ik denk dat ik een klein uurtje onderweg geweest ben. De maat heeft heel vlot goed gewandeld. Schoon een stukje van alles gezien. Mooi, hè? Mooi. Waar zijn
over. Ik heb dus de thuis vergeten. B-G-N-O-T! Ik ben aan het opwarmen. Hier, komt nog een ijspegel binnen. Oh. Ik zit er al een half uur, ik heb nog aan het kijken. Maar jongens, ik raak toch echt. Hoe rood is mijn neus? Dat valt wel, ja? Maar is dat niet gewoon van een drank? Ja, we zijn in Aalst uiteindelijk. Hè? Mijn vingers komen vandaag niet meer terug. Dat is gewoon gedaan. Niet alleen uw vingers, denk ik. Och jongen. En nu? We komen. Ik heb juist een warm soepje gaan drinken om het zoutgehalte. Ik weet echt niet wat ik aan het zeggen ben. Blablabla. Feesten? Feesten. Oké. Okay.